Vandaag behandelen we in de geschiedenis van de Dikke Vandalen de vraag welke woorden er in de Dikke Vandalen geraken, hoe dat komt, waarom niet en uiteindelijk waarom in feite wel, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, maar het komt er niet van omwille van omstandigheden. De criteria voor een woord om in de Vandalen te raken zijn simpel. Het moet reeds 3 jaar gebezigd worden door een groot deel van de bevolking, dus niet alleen door de lokale dorpsgek van Wemmel, Zotte Willy. En het moet algemeen gekend zijn, vooral bij de gebruikers van de Nederlandse taal. Andere woorden die niemand kent, worden door Vandalen genegeerd. Een woord als zwalibo heeft al dus helaas de Dikke Vandalen niet gehaald. Een zwalibo is een vogel zonder pluimen, zonder vleugels en met een hondenkop, een kwispelende staart en een voorkeur voor filet américain. Je zou dus kunnen zeggen dat een zwalibo simpelweg een soort hond is. De vraag is natuurlijk, kan een zwalibo dan ook blaffen? Ik moet eerlijk toegeven dat hij eerder miauwt dan blaft. Is een zwalibo dan eigenlijk niet gewoon een kat? Dat zou je aan de dierenarts moeten vragen, maar die is jammer genoeg op skivakantie. Soms worden woorden niet toegevoegd aan de Vandalen, maar gewoon geschrapt. Dat komt omdat ze in onbruik zijn geraakt, dus dat niemand ze nog gebruikt. Ook niet de oudste man van België. Het laatste woord dat de oudste man van België op die manier voor de laatste keer gebruikte was smoefelfoef. En inderdaad, de volgende dag werd dit woord uit Vandalen geschrapt. Een smoefelfoef is een foef die gesmoefeld wordt. En het klopt dat in de tijden van tegenwoordig niemand nog een foef smoefelt. Vooral niet wanneer de foef geplukkeld is. Het woord plukkelen is daarom ook geschrapt. Een synoniem ervan, beremmelen, is eveneens geschrapt, maar een ander synoniem, beffen, is blijven staan. En zo zie je maar dat de taal altijd maar evolueert. De vraag bij dit alles is, als er meer woorden worden geschrapt dan erbij komen, of de Dikke Vandalen niet dunner zal worden. Dat denk ik wel. Wat denk jij, Pieter? Ik denk van niet, Herman. En zo blijkt opnieuw hoe meningen kunnen verschillen. Bijvoorbeeld, iemand vindt gestoofde pruimen lekker, maar iemand anders vindt ze niet lekker. Laat dit een wijze les zijn voor ons allen, ook homoseksuelen, moslims en gehandicapten. En tot volgende week. Man over woord.